Hey, Leo. Wat een loerse is die ex-man van Betty Bart, hè, die René. 8000 euro alimentatie per maand. Ik betaal mijn eerste vrouw maar de helft. Ja, maar hij krijgt het. Oh. Ja, ik heb Patty van de week nog even gebeld. Nou, die vrouw is laaiend. Wat die... Oh, nou ja. Leo, doe mij een spaatje en zet er maar zo'n grote reuzensigaret naast. Nee, hey, dat doen we niet meer, hè. Hier is de map. Zoek maar een nummer uit. We zijn nou een karaokebar. Leo, een pilsje graag. Ja, Leo, voor mij ook. En hoor ik het goed? Karaokebar? Ja, joh. We hebben die koffieshop moeten opdoeken, want onze vaste toeleveranciers die hadden een smoothies. Weet je wel, van... ja, ik had een grote klus op de A2. En dat ging voor. Ja, ja. Oh, Leo, doe mij nog een rode wijn. Ramses, je hebt al rode wijn. Oh, verrek, ja. Weet je wie ik trouwens vorige week een komisch type vond? Ja? Die gozer die zei dat hij last had van zijn korte termijngeheugen. Ja, inderdaad, dat is een leuke gozer. Weet je wie ik vorige week trouwens een komisch type vond? Ja. Die gozer die zei dat hij last had van zijn korte termijngeheugen. Ja, inderdaad. Maar ik wil even over dat Maastricht. Laat me, Jack. Ja. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, oké. Okay. Jack, ik heb het altijd zo gedaan. Ja, oké, Ramses. Hey, maar Leo, een karaokebar, wat voor mensen komen daar nou op af? Joh, dat is een goudmijn. Echt waar, maar er komen heel veel soorten mensen op af. Gezellige mensen, maar ook vrijgezellenparties. Oh, dat is lekker, zet er eens op. Ik heb een lul op mijn hoofd. Zij heeft een lul op haar hoofd. Nou, een koninklijke vrijgezellenavond, hebben we dat. Ja. En nu, ik hoor en nu iets moois. La, la. Alleen uit de map zingen graag, ja. Mevrouw Wissensmit, volgende week is de grote dag. U gaat trouwen volgende week zaterdag. Ja, het is eigenlijk wel heel raar eigenlijk, hoor. Volgende week ben ik gewoon getrouwd. Ja. Ja, en dan zie ik Friso dus echt elke dag, hè. Dan, ja. Dan ontbijt ik met hem en dan dineer ik met hem. En dan word ik 's ochtends weer wakker naast hem. Steeds weer met diezelfde Friso. Leo, heb je een whisky en een pistool? Nou, je hebt pech, want de whisky is op. Alsjeblieft. Mabel ligt toch niet telkens malen in de contramine? In de contramine, Maxima. Nou moet je een keer ophouden, hoor. Er is ook zoiets als te goed Nederlands leren praten. Oh, sorry. Je moet niet zo liggen zeiken. Ja. Jij hebt mazzel. Jij bent net op tijd uit de familie getrapt. Ik zit daar in Wassenaar met een gaalbaby, tepelkloven en om de week weer een begrafenis. Mevrouw Wissensmit, Mabel, mag ik misschien... U moet toch een beetje fit blijven? U heeft toch maandag dat grote interview met Maartje van Wegen en Paul Witteman? Nee, dat is al opgenomen. Dat was echt een hel. Ja, Maartje van Wegen. Ai, die pitbull. In Argentinië zijn we heel wat gewend met ondervragen, maar Maartje van Wegen... Ja, ik zat nog maar net en de eerste vraag was meteen al... Hoe gaat het met je, lieverd? En toen kwam Witteman, die kwam daar weer overheen met... wat wordt de kleur van je bruidje? Ja, ze krijgen echt alles uit, hoor. Top. Het is echt gestapo. Ja. Maar Leo, even, waar is Janine? Die zie ik nergens. Nou, zal ik je vertellen. Janine, die hebben we geruild tegen Arjan Erkel. Oh. Ja. Wij noemen dat een win-win situatie. Leo, nee, ik weet wat ik ga zingen. Ik doe Def P met Fuck Me in de S. Of is S te hoog voor mij? Ja, dat denk ik wel. Leo, mag ik nog een... Alsjeblieft, dankjewel. Waar het natuurlijk allemaal om... God! Sorry, dat is een gewoonte van me. Geleerd van Charlie. Oh. Ja. Maar goed, ja, dat is lekker zeg. Maar jongens, even toch, ja. Vrij goed geschoten. Ja, zo niet erop. Maar het is toch mooi jongens, die vrijlating van Arjen Erkel. Nou, ik weet een beetje hoe het gegaan is. Ik heb Arjen van de week nog eventjes gebeld. Nou, het gaat weer heel goed met hem. Hij vond de ontvangst in zijn Zeeuwse dorp vond hij een stuk zwaarder dan de hele ontvoering. Maar ja, het is een heel gedoe geweest. Wat blijkt nou, die jongen die werkt voor Artsen zonder Grenzen... Die is 20 maanden geleden ontvoerd in de Republiek Dagestan. Dus in de Caucasus. Nou, er is een heleboel gedoe over geweest. In ieder geval, toen is die jongen vrijgelaten. En wat vind ik nou het leuke? Precies in dezelfde week is hij vrijgelaten als Birgit Schuurman. Die is ook weer vrij. Nou, ik heb Birgit van de week nog gesproken in de napremière van The Lion King. Da-da-da-da-da, klaar! Oké. Ja. Terecht.
Hey, jongen, kom op. Ja. Wordt er hier nog wat gezongen of hoe zit dat? Ja. Laat me ons nummer. Oh, jullie nummer. Dat is ons nummer, Lisbeth. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Allemaal aan de kroegen. Volgende week zijn we er weer. Prettige weekend. Dag!